Dames en heren, welkom bij weer zo'n nieuwe video. Vandaag een hele bijzondere video, want vandaag gaan we namelijk wat tips en tops geven. Zoals jullie weten ben ik gerenommeerd kok, wil ik wel zeggen. Ik heb een aantal kookvideo's op mijn kanaal. Al aan de kook geraakt en dan kunnen wij hem mooi. Kijk, en dat ziet er al voortreffelijk uit. En dat ga ik natuurlijk niet alleen doen, dus ik heb vandaag een special guest uitgenodigd. Het is niemand minder dan FC Roelie. Ja, haha, dankjewel. Ja, ik kan natuurlijk onwijs goed koken, maar ik ben nog meer benieuwd naar lage budgetten, want ik zit krap. Je zit krap? Ja. En dan heb ik goed nieuws, want we kijken vandaag naar de Facebookgroep koken rond €2,50 per persoon. Ja, niet normaal. En ik keek even bij de About. Er staat hier dus, je ziet hier heel goedkope recepen, eetsuggesties en kooktips. Kom maar door met die recepies hoor. Ik heb zelf nog helemaal niks van deze groep gezien. Wat is dit nou weer? Dit zijn spoilers. Ik heb een vraag. Kan je shawarma vlees ontdooien? Met dat profielfoto Lieke Martens. Lieke Martens die heeft een vraag over het shawarma vlees. We hebben hier een aantal categorieën. Ik heb vraagtekens. We hebben categorie broodje, categorie frikandel, categorie geinig en cute en categorie opslag. Oh. Ik denk dat we beginnen bij categorie broodje. Laten we het een beetje opbouwen. En we hebben een kleine disclaimer, want wij zijn hier niet om mensen belachelijk te maken. Nee, we zijn hier echt alleen voor de tips en tops. Nee. Dat vind ik wel belangrijk. Ja, wij als experts kunnen mensen misschien richting die 2,30 helpen. Of wat dacht je van 2,50, maar dan voor 4 personen. Ja, je bent een soort van aan het meal preppen, maar dan voor een heel jaar. Ja. We gaan beginnen met... Kennen jullie dit? Een knolselderij gaar gekookt en een lekkere plak op brood met een beetje ketchup. In plaats van een plak ham heb je een plak gaar gekookte knolselderij. Ik dacht ook eerst dat het kaas was, maar dat is het duidelijk niet. En de ketchup, ik moet wel zeggen, ketchup ziet, maakt het een beetje zielig. En laten we even kijken naar de comments. Bijzonder, vindt Lily. Kijk, Lily geeft een top. Bijzonder. Bijzondere maaltijd. En hier is een tip voor oud brood. Iedereen wil eens oud brood. Gooi het niet weg. Kun je heerlijke pizzabodem mee maken? Dus hier is dan het oude brood, denk ik. Ja, wat voor oud brood heel veel is. Ja, dit is echt wel. Met de barbecue heb je een verkeerde inschatting gemaakt. En nou, dan gaat het dus hier zo eieren en yoghurt. Ja. En, Je kan met de ingrediënten van brood en yoghurt kan je bijvoorbeeld pita's maken. Dan gebruik je altijd Griekse yoghurt. Kan ook met melk of water, stond er. Water? Ja, water stond hier, toch? Kan ook met melk, zelfs met water. Oké. Lijkt een soort witlofsalade met stukje. Nee, maar. Het is een schaal met brood nu. Een soort pizzabodem met stukjes. Oh, dit is de bodem. Moet je dit niet eens afpakken? Ja, als ik hier een tip over moet geven, dan denk ik dat een pizzabodem gewoon loskopen goedkoper is dan al deze moeite die je nu hierin hebt gestoken. En misschien nog wel lekkerder ook. Dan heb je dus geen oud brood. Oh ja, wat moet je dan met je oude brood? Kijk, rooster dat brood een beetje. Oh. Doe dan in de blender of in de mixer, zodat je kruimels hebt in plaats van dat je grote stukken brood in je pizzabodem hebt. Holy fucking shit. Maar verder, origineel. Nee, bijzonder. Bijzonder, ja. We kunnen even kijken naar de comments. Ik maak meestal wentelteefjes van oud brood. Niet heel veel enthousiasme, maar sommige mensen... Wat voor boel en veel lekkers. Wat voor boel? Voor ongeveer €7 eten voor 4 personen. Wauw. Zo. Dat is een heel andere Facebookgroep is dat. Kids vinden dit heerlijk. Makkelijk en lekker. Veel groenten waar wij zo van houden. Ja. I just love the groenten. En kipnuggets en kaas. Oh. Resultaat als het klaar is. Zo. Wow. Kijk eens aan. De kaas is ook niet echt gesmolten. Nee, de kaas is vrij in originele vorm aanwezig. Als McDonald's meekijkt, man. Kip 6 groenteschotel. Ik vind het ook zo ongelooflijk prachtig dat ze de bevroren versie daar een foto van maken. En dat dan een soort van de thumbnail is van de post. Alsof je een kookboek hebt en dan is het niet de voorkant, zeg maar, het gerecht. Maar gewoon een foto van de ingrediënten. Gisteren fondue gegeten. Ja. Oh nee. Die had even. Oh, tering. Gisteren fondue gegeten, dus vandaag soep gemaakt. Kijk in welke bakjes het bewaart. Oh nee. Een oud pakje boter. Wordt wel een romig soepje. Het is wel inderdaad echt tegen verspilling. Maar ik denk dat je, zeg maar, voor de prijs van het koffiebroodje wat hier achter ligt, ook al gewoon een normaal tupperware bakje had kunnen kopen. Ja, die zijn niet duur meer tegenwoordig. Kan je nog eentje dan? Even kijken hoor. Voor een bruiloft afgelopen weekend voor 50 personen. 50 personen? Macaroni salade gemaakt. Oh. Jezus! What the fuck? Dat is echt heel veel. Waarom zit het in... Oh, het zit in allemaal blikjes. Het zit in allemaal...
In teltjes! Macaroni salade in teltjes! Angela, de zoon Jeremy, die heeft op 3 oktober nog overgegeven in zo'n teltje. En op 4 oktober heeft ze voor 50 personen macaroni salade in die teltjes gemaakt. Ah, dat proef je toch niet. Ah, dit is ook echt niet oké. Okay. Oh, Angela. Voor een bruiloft ook. Hè. Stel je bent... Oh, even een close-up ook nog, trouwens. Stel je bent op een bruiloft en dit wordt je geserveerd. Nu de vraag voor jou. Ja. Was dit A, zelf aangeboden door Angela? Van, oh, ik kan wel wat te eten meenemen. Of is er B, een catering service ingehuurd en is dat Angela? Ja, het is wel echt heel veel, hè? Ja. We kijken nog even naar de teltjes. Waar Angela dus inderdaad 2 dagen geleden nog de voet in heeft gewassen en nu de macaroni salade in zit. Ik ga voor A. Dat is goed! Echt? Dat is goed! Yes! Het is goed, je wint 50 kilo macaroni salade. Yes! Er zit wel 20 euro statiegeld op de teltjes. Die wil ik graag terug. Oh mijn god. Kijk. Nee. Wat dan? Kijk de ingrediëntencombinatie. We hebben hier macaroni, logisch. Knakworsten. Dan hebben we doperwten. Worteltjes. Worteltjes. Tafelzuren met augurk en zoet. Dan gaan we naar het fruit in blik. Ja, ja. Tropische smaken, wat Griekse stijl, joch. 0% vet wel, gezond. 0% vet, ja. 0% vet. We willen geen vet erin. En dan 2 potten mayo. Het heeft... alles. Dit kan niet goed smaken, toch? Ik denk als je dit eet, dan krijg je echt een soort van klap in je gezicht van verschillende smaken die allemaal niet bij elkaar horen. Het is een smaakbom. Dan komen we bij de categorie frikandel. Frikandel. Frikandel, sorry. Heel veel mensen in deze groep, die zijn er dus achter gekomen dat vlees heel duur is en frikandellen niet. En frikandellen zijn ook vlees. 1 en 1 is 2. Dus al dat vlees kan je vervangen met frikandellen. Ik ben nu al fan van deze pagina. Dan pak ze dus een frikandel en die schaven ze met een kaasschaaf. En dan krijg je dus zo'n bak... een frikandellendeuner. Maar er zijn ook mensen zoals Celine die zeggen... wij kregen de frikandellen niet geschaafd. Laat je deze eerst ontdooien of bak je ze eerst? Ja, die loopt met zo'n ontdooide frikandel... tegen die kaasschaven aan te rammen. Het zijn er echt heel veel. Het zijn eerst nog eentje, kebab van frikandel. Wat is er mis met deuner? Ja. Ja, deuner is toch al heel goedkoop vlees, of niet? Toch, als je gewoon een zak... Volgens mij wel. Hier is trouwens de eerste werkwijze. Oh, kijk, daar hebben we... Het is wel een ontdooide. Het lijkt wel een beetje ontdooid. Kijk, ik weet niet veel van deuner, maar doosbevroren al die frikandellen... zijn misschien wel het goedkoopste eten dat je kan krijgen op de niet-zwarte markt. Soms zijn er van die dagen dat je iets wil proberen. Oh, Jezus. Vandaag heb ik dus Limburg zuurvlees gemaakt van frikandel. Limburgse saus zal ik het noemen, omdat er ui in zit. Net als zuurvlees. En de frikandellen als zuurvlees in de saus. En hier is het dus, het zuurvlees van... Het is gewoon frikandellen met een paar extra stappen. Hey, dit kan wel lekker zijn. Dit geloof ik denk wel. Dat dit best lekker is. Ja. Haters zijn er altijd. Maar het is wel low-budget koken en gewoon heel erg lekker. Even een grapje. Nou, het is even tijd voor een grapje. Even een grapje. Wat was het koud, hè? Nou, het was dus heel koud. Het was wel echt heel koud. Oké, Sonja, het was wel echt heel koud. Zo, echt mensen in de comments zijn aan het XD, hè? Die zijn echt aan het XD. Kijk nou, die vinden het zo grappig. Het was zo koud dat we de energie niet meer konden betalen. Oh, het was zo koud. Ik moest €400 betalen per maand voor mijn gas. Hutspot voor 1,35. Oh, nee. Voor 4 porties. Is dit Hutspot? Er zit helemaal geen wortel in. En 1 kilo zak Hutspot groente voor 25 cent bij de Lidl. 1 kilo groente voor 25 cent? Ik zit even te kijken. Ik zit even heel goed te kijken. Ik denk dat die zak groente hier buiten beeld ligt. De mensen ook. Waar is de wortel? Oké, maar dit is dus inderdaad gewoon echt alleen een foto van die puree. Dit is zeker alleen een foto van de puree, ja. Maar waarom zet je dat dan... Ik vind echt mooi aan deze Facebookgroep hoe positief mensen nog zijn. Ja, wel hè? Als het gewoon niet klopt, dan is het ook gewoon de reactie daarop. Is niet zoals de YouTube-comments van wat denk je nou begon. Ja. Maar het is gewoon, oké. Dat dacht ik al. Haha. Xenos interieur, maar dan een Facebookgroep. Het is echt alleen maar live, laugh, love. Ik heb hier nog een lekker receptje. Wortels in de ovenschaal met 1 keer pangasiusfilet. En ik heb gewoon een flinke lepel boter gebruikt uit het kuipje. Ik denk dat Robin dacht dat die vis nog leefde en moest blijven zwemmen. Ja, wat zit daar? Is dat de boter? Ja, dat is een heel kuipje boter, denk ik. Magda vindt het er heel lekker uitzien. Het is echt, als ik dit nu zou posten op mijn social media, zouden mensen me doodmaken, denk ik. Zouden echt boos worden. Doe even deze foto, downloaden en zet hem even in je story. Willen jullie... En dan, hoe staat het hier ook weer gezegd? Recept. Hashtag tegen voedselverspilling. De hashtag tegen voedselverspilling. Hoe langer ik er naar kijk, hoe meer dit mij misschien wat meest natte gerecht ooit lijkt. Kijken wat de mensen gaan zeggen. Ik denk dus, als je in deze groep ergens
een cynische comment plaatst, dat je ook gewoon uit die groep komt. Ja, dan word je eruit gesodemieter, denk ik ook. Ja, daar hebben ze helemaal geen... Er zitten 133.000 mensen in deze groep trouwens. Hè? Kan toch niet anders dan dat 132.000 daarvan ironisch zijn? Het is een besloten groep en je moet echt toegelaten worden. Dus iemand heeft 133.000 mensen handmatig toegelaten. Ze zijn echt gewoon goedkope gerechten voor rond 2,50 per persoon aan het gatekeepen. Aan het gatekeepen, ja. Ja, en ik weet niet wie die persoon dan is die zegt, oh, jij mag er wel in, jij mag er niet in. Ik heb, om af te sluiten, twee recepten. Twee recepten. Als je ooit hebt willen weten hoe je de witloof met kaassaus maakt. Oh, het ziet er echt uit alsof je na een avond stappen bij de urinoirs komt. En op een of andere manier heeft iemand toiletpapier bij de urinoirs gekregen. Ja. Maar heeft wel besloten van, ik ga die doorspoelen, ik leg het gewoon op de grond. Ik heb dus het idee dat als je dit serveert aan je gasten, dat je er een EpiPen bij moet geven. Het voorgerecht is witloof met kaassaus. Het toetje is totteren. Ja, die weet ik dus niet. Zo'n kabouterplot boterham wordt. Maar dan voordat ze dat vormpje erop printen. Oh, beweeg het beeld ineens. Ja, ja, ja. Heeft hij dan zo'n GoPro op zijn hoofd? Of staat iemand... Er staat iemand met een telefoon voor zijn gezicht. Wat? Die staat daar zo... Ah. Oh, sorry. Die heeft een hele GoPro in zijn mond. Hij moet wel budget blijven natuurlijk. Zo'n harnas, dat kon er niet vanaf. Die heeft gewoon in zijn mond gedaan. Hier is nog een keer even een close-upje van de salami trouwens. Ja, dat zijn toch wel echt vrij dikke plakken. Dit is één plak. Dit is de ene plak die erin gaat. Wikkelt de salami om de witlof. Er is iets gebeurd met die witlof. Ik denk dat die dus vorige week gekookt is. Die dacht, ik ga meal preppen. Ik kook nu alvast mijn witlof voor volgende week, man. Hoeft het korter in de airfryer. Klaar. Ik vind het mooi dat hij de garneringen erop heeft gedaan. Ik weet niet helemaal hoe ik me voel over dit recept. Als tips, goed dat je de GoPro zo in je mond hield. Dat kunnen niet heel veel mensen voor zo lang. Maar dat is meer een tops. En als tips wil ik dan geven, misschien dit niet meer doen. Ik wil graag als top geven dat de opmaak er echt fantastisch uitziet. Met dat blaadje, wat is het? Peterselie, koriander. Tips zou zijn, de volgende keer misschien voor de smaak iets meer saus. Iets meer boter in de saus. Iets meer boter. Ik heb goed nieuws. Want Ibtis heeft nog een oud-Hollands gerecht gemaakt. Nee joh. De spinazie klaarmaken. Is dat het deel van de spinazie? Wat je... Ja, nee, dit is de spinazie, of is het koriander? Of is het wel spinazie al? Is dit een spinazie al? Ja. Oh, dus, nou ja, zelfs... Goed kook van een half uur. Maar de spinazie is klaar. Dit is toch niet normaal? Dit ziet er heerlijk uit. Wauw. Oh, ik heb zoveel vragen. Ik heb zoveel vragen. Ik wil wel beginnen door te zeggen, deze spinazie is misschien te klaar. Zelfs als ik er zo naar kijk. Ik denk dat wij een kookboek moeten maken met alleen maar van dit soort gerechten. Wacht eens even, dat is een heel goed idee. Ja. Ja, en dan doen we ook een paar van die grappige plaatjes erbij, zoals die bevroren... Zo. Wat was het koud. Het was zo koud. Omdat wij niet vergeten, mashallah. Dames en heren, laat vooral weten in de comments wat jij het lekkerste gerecht vond. Mijn persoonlijke favoriet was deze natuurlijk. FC Roelie, wat was jouw favoriete gerecht? Zo, ik vond deze wel echt heel lekker. Dames en heren, dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. We zijn bijna bij de 100.000 abonnees. En als we 100.000 abonnees halen... Hey, 100.000 abonnees gaat echt met één van deze gerechten opeten. Ja! En we gaan de spinazie eten met Ibtis kookvideo's. Die gaan we uitnodigen. Hey, FC Roelie, dankjewel. Geen probleem. Ik ben misselijk nu.